De les. Die is heel erg bepalend voor hoeveel leerlingen leren. Daar gebeurt het, dat is de kern van het onderwijs. Daar wordt bepaald hoeveel leerlingen leren qua kennis en vaardigheden. Dus de kwaliteit van die lessen die is heel erg bepalend uiteindelijk voor wat leerlingen leren. Het is heel opvallend dat scholen in vergelijking met andere organisaties nauwelijks aan de doelgroep, in dit geval leerlingen, vragen hoe zij de kwaliteit van die lessen ervaren. Impact is een digitaal feedbacksysteem waarmee leerlingen aan het eind van een les eenvoudig en snel feedback kunnen geven over de kwaliteit van die les. Aan het einde van de les kunnen de leerlingen in een paar minuten heel makkelijk de app invullen. Ze krijgen een aantal vragen, daarin kunnen ze aangeven of ze dat onderdeel van de les heel goed, goed, niet zo goed of helemaal niet goed vonden. Bij sommige vragen, ook als het niet van toepassing is, kan dat aangegeven worden. En zo hebben ze heel snel kunnen ze feedback geven op mijn les. Het doel van de app is dat de leerlingen aan het eind van de les feedback geven. En daardoor krijg ik inzicht in wat de leerlingen prettig vinden in mijn lessen. Ze geven mij tips en daarmee kan ik dan de toekomstige lessen kan ik beter voorbereiden. En zo kan ik mijn lessen steeds verder verbeteren. De app ziet er heel erg eenvoudig uit. Het is makkelijk in gebruik, omdat er geen reclames zijn. Dus je kunt er ook heel erg snel doorheen. Alles wat ik invul is dus anoniem. Dus het is wel fijn, want dan kun je je mening geven zonder dat hij weet dat jij dit ingevuld hebt. Dus je kunt altijd eerlijk zijn over wat je ervan vindt. Het fijne van de app is dat de leerlingen van tevoren aangeven hoe sterk ze zijn in wiskunde. En daardoor kan ik uiteindelijk bij de antwoorden die ik krijg van leerlingen onderscheid maken tussen het niveau van de leerlingen. En dat helpt mij weer bij het differentiëren in de les. Is mijn les goed aangepast op de leerlingen die wat sterker zijn, in mijn geval bij wiskunde, of juist de wat zwakkere leerlingen. Dus dat geeft belangrijke extra informatie voor het aanpassen van mijn lessen. Impact geeft leerlingen een stem, hun mening wordt serieus genomen, zeker als docenten de feedback met hun leerlingen bespreken. Dit zorgt voor meer interactie tussen de docent en de leerlingen en verhoogt mogelijk ook de betrokkenheid en het plezier van leerlingen in het onderwijs. Ik vind het fijn om de app te gebruiken, omdat je zelf invloed hebt op de lessen en dat de docent jouw plus- en minpunten mee kan nemen. Impact is ontwikkeld door de Universiteit Twente en Krolox. Het gebruik van Impact is onderzocht door wetenschappers van de universiteit. Leerlingen kunnen hun docenten van waardevolle feedback voorzien over de kwaliteit van hun lessen. Met name wanneer die feedback gaat over lesaspecten waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze lessen effectief maken. Wil je meer informatie over de Impact Tool? Kijk op de website of neem contact met ons op.